Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door J&J Woninginrichting, uw specialist. Herenstraat helemaal, ja jongens, met een hele bijzondere gast. Ja, wat voor gast dan? Nou, het is namelijk Sieme Beckering. Je mag ook Simon zeggen. En Sieme Beckering is de vader van Henry Beckering. Henry Beckering is de basketballer van Donar. En Ros Beckering, dat is ook zoon van Sieme. En die speelt bij Leiden. En Donar en Leiden, die speelden dus om het kampioenschap basketbal van Nederland. Nou, heel bijzonder, hè? Heb jij goed gezegd, joh. Ja, best wel in 59 ben jij geëmigreerd naar Canada. Ja hoor. Sieme, hè? Ja. En jij officieel komt uit Nieuw-Buin. Nee, dicht bij Staatskanaal, ja. Ja. En jij spreekt nog steeds dialect. Ja. Gunniger, maar Nieuw-Buin, dat is eigenlijk een Drent, hè? Maar ja. Ik ben eigenlijk een echte Gunniger. Ja. Nou, ja. Kunnen wij dit gesprek in de Herenstraat natuurlijk in het Engels doen, maar we kennen het ook gewoon in het Gunningsdown. Ja, mag wel, jong. Ja, of een Frans als wils. Ja. Hé, jij hebt deze week natuurlijk te maken met een dubbele spanning. Want als je in Leiden bent, dan zit jij in een shirt van Leiden op de tribune. Natuurlijk. En hier, morgen in Martini Plaza, zit een shirt van Dona. Natuurlijk, jong. Ik ben niet gek. Ja. Hoe is dat nou om vader te zijn van twee basketballers die tegenover elkaar voor het kampioenschap van Nederland gaan? Hoe is dat? Nou, daar ben ik er toch trots om. Want dat ze allebei de spullen die zo in Nederland. En dat ze ook spullen voor het kampioenschap. Ja. Maar ik moet kiezen dan. Nou, dan dacht ik, ik ga voor de home team. Dan kan ik nooit verloren, ik kan ook nooit winnen. Nee, ja. Want er is altijd één blij en één die is. Ja, precies. Ja. Dus jij gaat als vader van die twee boys, ga jij voor degene die thuis speelt. Ja, dat kan niet anders. Maar, nou is er natuurlijk één probleem. Ja. Dit is best of seven. Ja. Beste van de zeven. Dus op een bepaald moment komt er een moment. Stel dat 3-3 is. En de laatste wedstrijd wordt gespeeld in Leiden. Dus dan ben jij voor Henry. Dan ben je voor Ros. Dan ga ik er niet in. Ik blijf thuis zetten. Maar ik wil dat er niet zijn. Nee, nee. Nou, ik ga er wel in. Dus. Maar ik geloof wel dat het gaat niet dat de home, de thuis, altijd wint. Hè? Dat kan een keer een upset komen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, wij Grunningers zijn natuurlijk voor Donar. Natuurlijk, ja. Dus, maar als Donar kampioen van Nederland wil worden, dan moeten ze dus één keer in Leiden winnen. Dat is anders kind dan hij dan. Nee, no. als lukt no. het nou uit. Nou, dat wil uit. Huh? Dat kan uit, ja. Anders hebben ze moeten rijden, ja. Gaan varen, ja. Want in Martini Plaza wordt het natuurlijk weer 1-1. Zo gaat dat. Ja. En als het nou op en neer gaat, ja, dan, ze moeten toch eens een keer winnen daar in Leiden. Ja. Maar daar kan ik daar niks aan doen. Ja, die jongens moeten zelf spelen. Ik ken er niks aan doen. Nou woon je al vanaf 1959 in Canada, best erin, gewoon als jongetje van 7. Ja. Maar wie is eigenlijk beter? Wat vind je, wie is beter? Leiden of Grun? Nou, dat weet ik nooit. Grun die heeft de beker gewonnen. Ja, hij niet. Ja, Grun de beker. En Leiden die heeft de meeste punten van het eind van het seizoen. Met één spelletje. Zo. Ja, maar toch. Nou, ik zou zeggen, ze zijn allebei de techniek. Ja? Ja. Ze zijn naar elkaar gewaagd. Ja, gewaagd. Hè? Door wordt er een hele goede, mooie serie. Ja? Ja. Ja. Je moet maar komen kijken bij ons in Martineplein. Ja, dus natuurlijk kijken. Maar het is wel spannend. Oh, natuurlijk. Het is wel spannend, toch? Ja. Ja, oh ja, natuurlijk, jong. Oh, nee. Ik neem eens gewoon een onderbrug met. No. Nou, vader Sieme, in Canada noemen ze die natuurlijk Simon, hè? Ja, Simon, ja, dat is Simon Beckering. Ja. Prachtige naam, natuurlijk. Grunningen naam, hè? Ja, natuurlijk. Beckering. Ja. Grunningen naam. Nou, zie je vanavond, hè, want die wordt merk, wat in Utsom. Dan zie je vanavond in Martini Plaza. Hoe zie je dat dan? Hoe kijk je naar die jongens? Nou, ik ga het goud klappen voor de home team. Ja. Dan als. Nou, maar als Ross een gooie spel maakt, dat kan ik ook niet. Zeg je aan, ja, maar anders ja. Weet je wel. Ja? Maar ja, maar wel allebei, maar ik ga voor de team. Maar best voor Donar. Donar, ja. Ja, ja. Donar had ook de beste coach, nee? Of nee? Nou, daar wou je me uit. Oh, dat was het ook nog? Nou, ik geloof dat die jongen van Leiden, geloof ik, was die niet de coach van de jaar? Coach van de year of niet? Volgens mij zou wel de coach van Donar, hè? Van ja, dat was al wat. Maar ik dacht dat Toon dat gewonnen had, maar dat ja. Maar dat geeft niks, ja. Nee, hè?
Dat geeft dan niks. Want de spelers die moeten dat doen, de coach niet, jawel. Ben jij nou speciaal uit Canada gekomen voor deze matches? Ja, en ook familie op bezoek. Ja. Ik ben gekomen hier met mijn vrouw, die is alweer terug naar Canada. Oh, jouw vrouw is alweer terug? Ja, vriend donderdag. Ja. Mijn broer is die vrouw, die ben 2 weken hier geweest. En 2 zusters, dat zijn weduwe's. Ja. We hebben allemaal in een Martini Hotel voor 2 weken. Ja. Maar die 2 zusters waren getrouwd met Friesen. Ja. Dus ik ging naar Friesland van de week. Nou, wees toen 5 kinderen, ja. Wees 5 kinderen. 4 kinderen en 3 kleinkinderen al, joh. Ja. Ik ben al opa. Maar van wie hebben deze 2 jongens, deze Henry en Ross, van wie hebben die dat basketbal? Hebben ze dat van jou? Nou, allebei nog even, ja. Moeke kan ook worden goud springen. Ja, hè? Oh, ja. En jouw dochters kunnen ook goed basketbal. Ja, jong, die oudste heeft ook gespeeld in Holland, ja. In Nederland. In Tebergen, dicht bij allemaal. Ja. Voor de Pyrrhic Jumpers. Die hebben de beker gewonnen. Ja. In overtime. Moest wel duurlopen. Wat heel mooi is natuurlijk. Ja. Ik heb me natuurlijk weer op kleed. Henk die maakte wel even shorts van met die blauwe schoen. Want Ik ben natuurlijk speciaal voor Donar. Morgen is er trouwens nog een maand. Nou, ik heb een blauwe shirt aan. Ja. Nou is het natuurlijk. Donkerblauw, maar. Morgen is er nog een maand. Die heeft ook blauwe schoenen. Nou, dat verklap ik nog niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Siemen. Wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Siemen, hè? Siemen is groot. Ja. Voor jou moet het toch een hele memorabele week worden, hè? Want het is natuurlijk wel zo, 7 wedstrijden, als apotheose zich tot die matches richt, dan wordt het dus 4-3. 4-3 voor Dona of 4-3 voor Leiden. Zou je eigenlijk worst zijn voor wie? Ben jij totaal onpartijdig? Hey. Ik kan geen keus maken, Nee. Want ik heb 2 kinderen, 5 kinderen, maar 2 die spelen. Ja. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ja, ze zijn allemaal hetzelfde. Zo, dat kun je niet doen, Nee. Dat kun je toch niet doen. Jij mag niet kiezen. Nee, dat mag niet. Je moet straks wel kiezen op het eind natuurlijk, maar dat houden we nog even geheim. Maar als vader zijnde zit je daar dus met gemengde gevoelens. Ja, nou ik ben een gunner, zoals zei ik, nou, donor. Ja. Maar mijn jongste zoon die speelt verleiden, zo je zou denken, nou, je gaat even die jonge vent even, weet je wel? Ja. Zo, hier zit ik dan twee. Maar doe best je Groningen. Ik ben zo'n beetje daar oe, doe best een klein beetje meer voor Dona. Nee. Hetzelfde. Dat heb ik al 3 keer gezegd. Ja, precies. Best een beetje doof van me. Nee, maar dus het is gewoon zo, als het 3-3 wordt, als het 3-3 is, dan gast u de 7e wedstrijd, gast blij met een hand. Nou, dan neem ik 1 biertje in 1 hand, 1 biertje in de andere hand. En wat gebeurt. Ik moet jou de hand geven. Ik vond het geweldig. Kijk hem in de camera. Is die geweldig? Was een geweldige gast. Mag ik groetjes doen aan Tante Marie? Nee, maar het is natuurlijk geweldig om de vader van zowel Henry als Ross, die tegen elkaar spelen in geweldige best-of-7 basketbalcompetitie van Nederland. Donar tegen Leiden. Je moest toch nog kiezen. Ik laat je niet kiezen tussen Donar en Leiden. Ik laat je ook niet kiezen tussen Ross en Henry. Ja. In de camera, kijk in de camera. Je moest kiezen tussen Canada of Nederlands. Nou, ik ben Canadees. Je bent Canadees? Ja, ik was officier in het Canadese leger. Koningin Elisabeth, weet je wel. Ja, mooi wel. So, hoeft het niet uit te leggen. Kies voor Canada. Ik ben een Hollandse Canadees. Ja. Een Canadese Hollander. Geweldig. Sime Bekkering, je moest die kant op. U beeld. Bedankt, heel veel succes. Succes. Ah, unieke gast natuurlijk, jongens. Sime Bekkering, echte Groninger, maar hij kiest voor Canada.